Het roer gaat om en vanaf nu gaat mijn leven drastisch veranderen. Maar waarom? Dat zie je zo meteen. Ik ga vandaag eens lekker op avontuur. Ga je met me mee? Over land en zee. Op naar de volgende bestemming. En leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog en een hele nieuwe serie. Kees en Chico op jacht. En ik wil ook de nieuwe kijkers even hartelijk welkom heten. De mensen die kijken via Watersport TV. Ja, het superleuke online platform voor de watersportliefhebber. En het leuke is, mijn vlogs zijn daar dus nu ook te zien. Maar dat vraagt wel even om een voorstelrondje. Ja, kom maar Chico. Yes. Kom Chico, we gaan de steiger op. Ja, dit moet hij natuurlijk wel even leuk vinden, want hij komt uit Spanje. Dus helemaal geen water gewend, maar we gaan toch even kijken. Kom Chico, kom, we gaan eens even proberen of jou dit bevalt. Nou, stapje voor stapje. Daar staat hij al. Hè? Je moet wel een beetje een waterratje worden jij natuurlijk in je nieuwe leventje. Mijn naam is Kees Aantjes en ik word volgende week 40 jaar. Dus niet tegen iedereen doorvertellen. Het is best zwaar om 40 te worden. Maar goed, buiten dat, afgelopen tijd was ook niet heel makkelijk. Want ik ben inmiddels 18 jaar cameraman voor televisieprogramma's. Maar door de coronacrisis kwam ik thuis te zitten. Er was gewoon simpelweg geen werk. Heel vervelend natuurlijk, maar het zit niet echt in mijn aard om stil te blijven zitten. Doorloopt Chico. Dus dacht ik, ik ga zelf vlogs opnemen. Reisvlogs, gewoon in Nederland, lekker op pad met mijn brandweerwagen die je hier achter ziet. En zo geschieden. Een nieuwe dag, de kenter in. Op zoek naar parels van de provincie. Nieuwe kennis, nieuwe vrienden. Stap je bij me in. Mijn eigen YouTube-kanaal, De Volgende Bestemming. Ja, daar had ik steeds meer abonnees op. En mensen vonden het leuk om naar te kijken. En ik deed iets wat ik eigenlijk super leuk vond om te doen. Ja, win-win situatie eigenlijk. Ja, hierachter zie je dus mijn brandweerwagen. Die is 40 jaar oud. Het is een Mercedes-Benz. En die heb ik samen met mijn vader vorig jaar verbouwd als complete camper. Dat was ook een heel groot avontuur. En heel leuk om te doen. Ik had nog nooit een camper verbouwd. En mijn pa ook niet. Dus hebben we dat samen gedaan. Ja, wat heel groot avontuur was, is dat ik 6 weken geleden met de brandweerwagen richting Malaga ben gaan rijden. Zuid-Spanje. 4500 kilometer retour. En dat deed ik niet zomaar. Nee, dat had als doel om Chicootje op te halen. Hij is dus een Spaanse zwerfhond. En ik zag hem op internet. Ik denk, die is voor mij. Die ga ik redden. Die neem ik mee naar Dordrecht. En zo geschiedde. Ik ben die kant op gereden. En niet alles is vlekkeloos gegaan. Veel kijkers weten dat, die al langer mijn kanaal volgen. Ik heb één grote ellende gehad daar. Maar een enorm avontuur. En uiteindelijk is Chicootje, je ziet het, hij loopt naast me, is hier in Nederland en heeft het super naar zijn zin. Maar nu staan er nieuwe avonturen te gebeuren. Ik heb letterlijk het roer omgegooid. Ik wil een nieuwe koers gaan varen. Ja, sorry, ik ben af en toe nogal van de slechte woordgrappen. Wend er maar aan. Ik heb besloten om mijn huis waar ik samen met Chico wonen, met alles erop en eraan, een grote tuin, noem maar op, echt een grote mensenhuis, te verkopen. In ruil eigenlijk voor meer vrijheid. Dus bedacht ik om op een motorjacht te gaan wonen. Ja, en dat idee ontstond eigenlijk een beetje toen ik 2 maanden geleden op een katamaran mee was in Griekenland. Een collega van mij, een ex-collega van mij, die heeft ook het roer omgegooid. Die was cameraman en die vaart daar dus nu mensen mee rond. Ik heb op de katamaran in Griekenland een hele serie vlogs gemaakt. En kijk maar eens even mee naar een korte impressie. Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe serie vlogs. Ik ga de grens over en wel naar Griekenland. Woehoe. Jawel, de volgende bestemming gaat internationaal. De brandweerwagen staat even geparkeerd en ik pak deze keer het vliegtuig. Zie je nou, jongen? Ja.
Ik neem jou de komende vlogs mee op zeilavontuur. Op een super gave 12 meter lange katamaran. En ik kan je vertellen dat ik heel veel heb meegemaakt. Er zitten veel pitjes in wel, hè, Guido? Maar die poepen er vanzelf weer uit. Het lijkt op een rubberboot en er zit stampvol met mensen. Het is hier ongeveer 3,5 meter diep, dus met de lamp kunnen we gewoon door het water kijken. Oh, volgens mij hebben ze iets gevonden. Cheers. Nou, geweldig, heel vrij leven en elke dag in een soort van vakantiesfeer zitten. Toen kreeg ik een beetje het idee van, volgens mij is het zo gek nog niet om op een motorjacht te wonen. Je kan overal het schip neerleggen waar je maar wilt en je hebt geen hypotheek meer. Dus dat ben ik een beetje gaan uitzoeken en uiteindelijk kwam ik tot de conclusie dat ik dat gewoon wilde gaan doen. Mijn huis heb ik 2 weken geleden officieel verkocht en vorige week heb ik een motorjacht gekocht in België bij de Valk Yachting. Ik zag hem op internet en ik dacht meteen, dit is hem. Liefde op het eerste gezicht. Het is een 14 meter lange motorjacht van staal. En hij is echt prachtig. Van buiten is hij echt in topconditie, want hij is nog geschilderd dit jaar. Het onderwaterschip, maar ook de romp. Alleen van binnen, ja, daar moeten nog wel even wat puntjes op de i gezet worden. Er zit weinig apparatuur in. En ook het schilderwerk is niet zo heel goed gedaan. En dat wil ik allemaal gaan aanpakken en dat lijkt me superleuk. Dus nou, dat is het plan de aankomende tijd. Ik ga hem begin januari ophalen samen met een vriend van mij. En ik wil dat hele traject gaan filmen. Dat kunnen jullie dus volgen op mijn YouTube kanaal. Dus wat ik wil gaan filmen, de eerste volgende vlog, is een rondleiding door het schip. Ik mag even een tussendoor kijkje nemen, zodat jullie mee kunnen kijken wat ik eigenlijk gekocht heb. Ik heb het zelf ook nog maar 1 keer gezien. Maar ik wil ook een vlog gaan opnemen waarin ik laat zien hoe de technische keuring gaat. Dat is natuurlijk best wel interessant om te weten waar je op moet letten. Dus dat, daar ga ik een vlog over maken. En ik laat ook nog zien dat wij de boot gaan terugvaren. Vanuit Tholen in Zeeland richting Dordrecht. En dat wordt een heel avontuur, want ik heb zelf nog nooit zo'n groot schip gevaren. Dus dat ga ik doen samen met een vriend van mij. En dat laat ik natuurlijk ook allemaal zien. Maar ik heb altijd al iets met het water gehad, dus dat trekt mij gewoon aan. Dat had ik vroeger al. En we hadden vroeger thuis ook al motorbootjes, zeilbootjes. We hadden altijd wel wat te doen op het water. Dus dat is met de paplepel ingegoten. En nu lijkt het me gewoon heel leuk om dat eens uit te proberen hoe het is om op het water te wonen. Samen met Chico. Hey Chico, kom je mee? Gaan we een stukje varen? Dat is een eerste vaarervaring. Nou, daar komt mijn vader aan. En het idee was dat wij even gaan proberen hoe dat Chico reageert op dat hij het water op gaat. Hij heeft natuurlijk nog nooit op een boot gezeten. Als je op open goed reageert, dat is wel heel wat. Ja, ja, dat, daarom. Maar wat ik vind het eigenlijk veel belangrijker hoe die reageert als we de boot op gaan. En dat wil, mijn vader heeft hier een boot in de haven van Streefkerk. Wat is het eigenlijk voor type boot? Dat is een beetje een grof uitgevallen sloep. Oké, dat is een ruime omschrijving van eigenlijk een heel mooi bootje. En we gaan eens even kijken hoe dat Chico het vindt om een stukje te gaan varen. Het is prachtig weer. Een mooie winterse zonnige dag. Maar we hebben natuurlijk geen idee en het is een redelijk belangrijk experiment. Chico, kom je? Kom, gaan we een stukje varen. Zo, dan maar zo. Ja. Yeah. Oké, Chico is binnen. Oh. Chico zijn eerste meters hier aan boord van het schip. En op zich gaat het redelijk goed. Ja toch Chico, vind je het leuk? Het is een beetje spannend nog natuurlijk. Nou, opa zit achter het roer. Nou, daar gaan we dan. Kijk wat Chico daar.
zit trouwens 200... Hoeveel pk? 215 pk in dit schip. Ja. En je kan hier, als je wil, kan je met z'n tweeën waterskiën. Dat gaan we nu even niet doen. Maar het is wel leuk om af en toe eens even gas te geven natuurlijk. Ja, en die liefde voor de watersport, die heb ik een beetje meegekregen van deze meneer, mijn vader. Die had vroeger altijd wel bootjes, hè? Ja, vroeger zeilbootjes, speedbootjes. Van alles, als er maar een bootje was, als je met water op kon. Als het maar dreef. Ja. Altijd leuk. Ja, van een zeilboot weer op een motorbootje terechtgekomen. Ja. En nu gaat Kees gelijk in het groot natuurlijk. Ja, nu ga ik het even anders aanpakken. Ja. Want dat is in de familie ook nog nooit gebeurd. Nee. Dat we dus gaan wonen. Ik ga wonen op het water. En dat is een experiment, maar ik ben heel benieuwd hoe me dat gaat bevallen. 14 meter. Zo, je vaart wel echt heel dicht langs die kant, hè? Ja, dat zou ik echt nooit durven. Ja, want het is zo niet dicht. Ja, met een zeilboot zou ik het niet durven. Oh, Chico wil graag het trapje af, de boot in. Maar dat is een hele uitdaging. Lukt je dat, jongen? Ja, goed zo! Nou, hey. Hij voelt zich helemaal thuis. Gaat hij zitten? Als hij maar bij mij is, hè, dan vindt hij het leuk. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef even een blauw duimpje omhoog. En heb je ideeën voor mij, hè, als het gaat om mijn nieuwe boot? Laat het weten in de reacties hier onder deze video. Abonneer ook meteen even op het kanaal van de Vloggende Bestemming. En dan zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. En heel graag tot de volgende bestemming. Op naar de volgende bestemming.